Nou, we zitten nu in het vliegtuig naar Chongqing. Ja, this is now completed. En ik hoorde net dat iedereen aan boord is. we moesten een uurtje extra wachten, omdat dus het luchtruim boven Mongolië was afgesloten. Maar goed, dat is nu blijkbaar weer open. Hier hebben we beeldschermpjes. Ik weet alleen nog niet hoe die van mij werkt. Zij is dan wel aan de praat. Oh, of nou ja, groen beeld. Nou, ja, het is ook interessant. Toch beter iets dan niets. Dus het is inmiddels donker buiten. Ik had een beetje gehoopt dat ik nog een zonsondergang had kunnen filmen of zo, maar ja, het is best wel donker al. Dus dan gaan we naar China. Hey. Ja, daar gaan we. Wow, dit ziet er wel vet uit. What? Yes, het is kerst. Wauw. Dit is echt super mooi, man. Net aan Hanneke te vertellen dat er vanmiddag zo'n moment gaat komen dat ik niet meer te genieten ben. Want vannacht. Yo. Eigenlijk is het dus nog nacht. Nu is het dus zeg maar 1:15 Nederlandse tijd. Zij is de tijd. Kwart voor 1. Dus Nederland nu, 1:15 ochtends. Dit is 7:15 ochtends. Ja, dus 7:15 is het 's morgens in China en 1:15. Ja, jullie slapen nu. Maar kijk, de zon schijnt. Nou ja, dat is aan die kant. Maar in ieder geval, we hebben net ontbijt gekregen, dus ik heb wel energie. Thee, water, oh ja. Yep. Nou, het is gewoon alsof we bij de Chinees zitten, zeg maar. Een broodje wat op een ei lijkt, een beetje sinaasappelsap. En oh ja, kijk, melk. Dit is de melk, het is echt super klein. Ik heb het geproefd, het is heel zoet. Maar goed. Het zal wel. Nou, eet smakelijk. Wauw, het komt gewoon boven de wolken uit. Dat is echt super vet. Kijk dit, hoe mooi. We zitten nou daar, bij Chengdu. Maar ik bedoel, dit is hoe heet het ook weer? Tibet? Nou ja, ik weet niet. Was het wit? Turbulentie. Oh, wat hebben we daar nog opgeleid? Kijk, daar ligt het, daar ligt het. Kijk, een snelweg. Kijk, een toren. Kijk, wolken. Kijk, nog meer wolken. Kijk, nog meer wolken. Allemaal mannetjes aan het werk daar. En dan zijn ze al klein. Dan zijn ze van het vliegtuig nog kleiner. Oh, daar gaan we bijna. Oeh. Oeh. Ja, netjes. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar die ging rustiger dan die in Helsinki, hoor. Die was echt veel. Het ging veel harder, hè? We zijn in China! We zijn in China!
En toen waren we in Chongqing op het vliegveld. We gaan zo meteen de koffers ophalen. We zijn allemaal heel erg uitgeslapen, hè? We hebben allemaal heel fijn geslapen. Ja. We hebben zeg maar, nou ja, sommige mensen hebben wel een beetje geslapen en sommige mensen bijna helemaal niet. Maar het is nu zeg maar 2 uur Nederlandse tijd of zo. 2 uur 's nachts Nederlandse tijd. En hier is het gewoon 's morgens. Dus we gaan gewoon doen alsof het 's morgens is. En we een nieuwe, leuke, vrolijke dag tegemoet gaan. We gaan doen alsof het 's morgens is. Ja. We zijn er nu echt hoor. Kijk maar. Stempel staat mijn paspoort. Ik ben over de lijn. De tickets. Hannibal is over de lijn. En daar kijken ze je heel streng aan. En dan uiteindelijk dan krijg je een stempel als je mazzel hebt. En toen zaten we in de bus. Met Marlies. Ze is leiding. Het is heel grappig, want ze is jonger dan ik. Hi. Dat is Katelijn en daar moet je me niks van aantrekken. We zijn alweer dit aan het kijken. Buiten. Vliegveld. Heel mooi. Die kant. Nog mooier. Max heeft al vrienden gemaakt met zijn nieuwe buddy. Ze slapen zelfs nog tegen elkaar aan. Mijn frips. Oh, ben je lekker aan het filmen. So we just came to Chongqing and we're now in the building that we are staying at. And this is Qian. Yeah. Or Isabel. I can also call her by her English name. But yes. Qian. Qian Yun Chan. Tan. 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 Yeah. Tan. Something like that. So yeah, it's really fun and it's really great. And I think we're going to lunch now. Yes. We zijn nu aan het eten. Oh wait, I should speak English. We're eating right now. And Qian is learning me to eat with chopsticks. So I'm trying. But hi. Something like that, I'm trying. But it's so good. I'm getting my food down, so that's the most important thing. And we're having fun. It's so crazy. I think only 36 hours ago, am I saying that correct? Well, maybe a little bit more. I was still at stage. I was still doing schoolwork, and now I'm here in China with this Chinese person, and we're doing Chinese things. It's so weird. We zijn inmiddels geïnstalleerd. Grappig hoor, klets maar. We zijn inmiddels geïnstalleerd. De meesten hebben denk ik gedoucht. Sommigen, waaronder ik, heb zelf al een power nap gehad. Even heel snel geslapen. En dat is echt wel chill. Niet te lang. Oh shit. Oh, er is iets afgebroken. Oh, wat erg. Jullie kunnen het niet eens zien. Oh. Martin, dat is niet leuk. Dat ding waar het touwtje aan zit is afgebroken. Van die zwarte stok, weet je wel, die uitspraak. Weet je wel? Heeft hij ook? Maar we hebben klompjes. Heel veel klompjes. En die gaan we aan die? Geven aan als we workshops krijgen. Gaan we die aan degene die workshops geven. Oh, dat is okay. Het plan. Dat is het plan. Tenminste. Dat is het plan. Dat is wel leuk. En dan moet ik. Waar? Hoe komen jullie aan die sticker op het plafond? Ik zit in de handtaro. Hé, hey, Lisbeth, zie je dat? Kijk, mooi hè? Weet je nog? Van vroeger? Volga. Mijn zusje die vond dat volgens mij ook helemaal geweldig, hè, Lies? Ja. Zo, en toen gingen we avondeten met stokjes. En dat ging geweldig, zoals je kan zien, want het bord ging heel snel leeg, maar niet heus. En het was ook nog eens een keer heel erg pittig. Dus, maar ja, daarna was ik zo super moe dat ik ben vergeten om nog de dag af te sluiten. Of zeg maar doei te zeggen en zo. Dus dat doe ik bij deze even op deze manier. Dit was dag 2 en jullie kunnen eventjes wachten op dag 3.